Goed, beste mensen, van harte welkom namens de vakgroep melkveehouderij op deze info-webinar voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Welkom aan leden, maar ook welkom aan de pers die ook aansluit bij dit overleg. Het doel van deze avond is informatie verstrekken, leden bijpraten. Met name over de impact van het zevende actieprogramma. Impact op onze boerenbedrijven, op onze melkveebedrijven. Als alles zeg maar doorgaat zoals het is beschreven. En dat is nogal iets. Jos Verstraeten die staat klaar om jullie mee te nemen in een verhaal omtrent het zevende actieprogramma. Zal een toelichting geven. En Jos die is afgelopen weken en maanden al volop bezig geweest met het actieprogramma. Heeft zich daar supergoed in verdiept. En zal jullie in een verhaal meenemen. Andere vakgroepleden die zullen tijdens de inleiding, als er chatvragen zijn, die vragen alvast beantwoorden. En ik zal proberen om een en ander in goede banen te leiden. Dus op deze manier willen we als vakgroep maximaal ondersteuning geven aan zeg maar, een goede uitleg op het zevende actieprogramma. Ik zou in ieder willen vragen om het geluid uit te zetten op die momenten dat er geen vragen gesteld worden. Zoals ik al zei, dit webinar wordt opgenomen. Het is openbaar. Ook de pers is aangesloten. En ik zou willen vragen aan die mensen die er geen behoefte hebben om in beeld te zijn later als dit overleg zeg maar nog een keer wordt nagekeken. Dan wil ik jullie vragen om in elk geval de camera uit te zetten. Dan kun je daarmee in elk geval voorkomen dat je ergens ja, in beeld kan. Verder wil ik vragen om tijdens de presentatie vragen in de chat te stellen. Wij zullen vanuit de vakgroep dan al meteen proberen om vragen te beantwoorden. En uiteraard is er na de presentatie de gelegenheid om gewoon vragen te stellen die Jos dan zal beantwoorden. Nou, deze ronde is met name ter informatie. En wij gaan eind oktober, dan willen we starten met onze ledenbijeenkomsten. 36 in getal, door het hele land, 3 per provincie. En die starten eind deze maand. En dan willen we meer achtergrond geven over zeg maar, het actieprogramma Nitraatrichtlijn. En ook over de inzet van LPO. Nou, nogmaals, het doel van deze avond is het benoemen van de impact van dit programma, van het concept. En we doen dat om leden te ondersteunen op het moment dat zij zeggen van goh, ik wil ook gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen in de internetconsultatie. En ik zou iedereen aan willen raden en ook willen vragen om dat te doen. Te doen op basis van uw specifieke situatie op uw eigen melkveebedrijf. En het ondersteunt ons in elk geval in zeg maar het toch invloed uitoefenen op dit actieprogramma zoals het voor ligt. Waar gewoon echt heel veel impact van uitgaat en hele grote gevolgen kan hebben. Nou, we hebben een agenda. Ik zal heel kort mee door de agenda lopen. Opening hebben we inmiddels gehad. We gaan in op het zevende actieprogramma zoals gezegd. Jos zal jullie meenemen in de achtergronden. Zal ook de tijdlijn met jullie bespreken en de inzet van LTO Nederland. Ook zullen we stilstaan bij de internetconsultatie. Daarna hebben we nog een rondvraag en een sluiting. En nou goed, normaal gesproken denk ik dat wij ergens rond 10 uur aan een afronding kunnen. Nou, dat was het wat mij betreft. Ik wil het woord nu aan Jos geven. En Jos, veel succes met jouw inleiding, met jouw verhaal. En ik zou zeggen, ik ga van start. Dankjewel, Wil. Ben ik goed te verstaan? Ja. Prima.
Nou, en omdat dit ook de bedoeling is dat leden deze bijeenkomst terug kunnen kijken, willen we het informatieve deel zo kort en bondig mogelijk houden. Dus zijn er vragen die je vanwege onduidelijkheid of een te weinig toelichting van mij, zoals Will al zei, graag gelijk in de chat. En inhoudelijke vragen, die doen we dan na afloop van de inleiding. Ik begin met de achtergrond en ik begin met waar we nu staan en hoe dat we daar zijn gekomen. Nou, de nitraatrichtlijn is al best oud, is inmiddels al 30 jaar oud, van 1991. Die heeft een vrij helder doel, 50 milligram nitraat in het grondwater. Daar zit geen eindtijd op of geen deadline in de zin van dat moet op een bepaald moment behaald worden. Wat wel belangrijk is, dat landen elke 4 jaar een nitraatactieprogramma indienen. En met dat nitraatactieprogramma moet men onderbouwen dat de nitraatrichtlijn beter gehaald wordt. Dus een continue lijn tot verbetering naar het nitraatniveau. Dat is anders met de kaderrichtlijn water van het jaar 2000. Daar zit wel een deadline op. En het doel van de kaderrichtlijn water is dus dat in uiterlijk 2027, dus over 6 jaar, al het oppervlaktewater in Europa schoon en gezond is. En dat is niet vrijblijvend, dus Europese regelgeving, door alle lidstaten wettelijk verankerd, is aangenomen in het jaar 2000. En ja, we zitten net midden in een stikstofdiscussie over Natura 2000. De kaderrichtlijn water kun je in het gelijke juridische stramien gieten. Derogatie. Voor de melkveehouderij in Nederland hebben wij een derogatie op basis van een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is voldoende grasland, 80%. Derogatie wordt aangevraagd nadat een actieprogramma is goedgekeurd. Dat wil dus zeggen, dit actieprogramma, wat er nu ligt, dat moet eerst door Brussel goedgekeurd worden. En pas dan kun je een aanvraag doen tot derogatie. Op het moment dat Brussel het actieprogramma als onvoldoende acht en het dus niet goedkeurt, kun je dus ook geen derogatie aanvragen. Een andere voorwaarde van derogatie is dat het geen negatief effect mag hebben op waterkwaliteit. Maar het mag duidelijk zijn dat je wel een stevig actieprogramma nodig hebt om een derogatie aan te vragen en verleend te krijgen. Maar een stevig actieprogramma is nog geen garantie op een derogatie en ook geen garantie of de derogatie dan hetzelfde blijft, verbetert of verslechtert. Zoals wij die nu kennen. Op dit moment heeft het ministerie van LNV de waterkwaliteit van Nederland gerapporteerd in Brussel. Dat is op 15 september gebeurd bij het Nitraatcomité. En die waterkwaliteit in Nederland ziet er ongeveer uit zoals ik in de volgende plaatjes laat zien. We hebben in Nederland een landelijk meetnetwerk waterkwaliteit, waar al enkele tientallen jaren de waterkwaliteit wordt gemeten, volgens een bepaald protocol, op een bepaalde diepte. En de cijfers die zijn dus vergelijkbaar. En dan zie je dat wij in een historisch hoog niveau zaten, dat we daar richting 2000 met het mesbeleid eind jaren 90 snel zijn kunnen dalen tot lagere niveaus, maar dat de afgelopen 20 jaar het wat moeilijker gaat. Waar we 4 jaar geleden bij het vorige actieprogramma zeker zagen dat we kort bij de doelstelling kwamen, zie je de laatste jaren onder invloed van de droogte de nitraatcijfers weer wat opklimmen. Dan is er in principe voor veen, voor klei niet zoveel aan de hand. Zand is uitdagender en lus zit daar nog net een beetje boven. En dit grafiekje is landelijk gemiddeld. Maar we hebben helaas niet zoveel aan een landelijk gemiddelde,
De waterkwaliteit moet op gebiedsniveau aan de nitraatrichtlijn voldoen. Dus we kunnen niet alle, of we kunnen, we mogen niet alles tegen elkaar uitwisselen. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden wij in Nederland gemiddeld voldoen aan de nitraatrichtlijn. Pak ik zand even uit elkaar, zand zuid, zand midden en zand noord, dan zie je daar ook duidelijke verschillen. Zand zuid zit duidelijk hoger in de nitraatgehalte in het grondwater. Waar komt dat door? Dat komt door lagere grondwaterstanden, dunnere bouwvoor en intensievere teelten. We weten allemaal dat onder grasland nitraatgehalten structureel laag zijn. Onder akkerbouwmatige teelten liggen ze over het algemeen een stukje hoger. En ook wordt wel eens mestfraude genoemd als oorzaak en dat zal ook wel relevant zijn. Dan gaan we naar de derogatiebedrijven. In Nederland hebben we ongeveer 800.000 hectare in de derogatie liggen. 45% van het areaal bouwland en grasland in zijn totaliteit in Nederland. Dus dat is een enorme hoge hoeveelheid, zeker als je dat vergelijkt met andere landen in Europa. En binnen dat derogatienetwerk zie je dat de nitraatcijfers sinds 2018 met de droogte ook behoorlijk naar boven zijn opgelopen. Dus deze cijfers, daar moet onze minister mee op de koffie in Brussel en moet daar dan verdedigen dat de droogte de oorzaak is van het oplopen van de cijfers. Nou, dat heeft ze tot ons, tot zover ook consequent tot nu toe koffie gedaan. En volgens mij moet ik iedereen nu gemute hebben, maar ik hoor nog steeds koffie. Dan gaan we verder. Dit is het grondwater. Ik ben begonnen met kaderrichtlijnwater. De kaderrichtlijnwater gaat over oppervlaktewater. Ik ben beperkt tot 2 plaatjes. Er zijn er wel meer. En oppervlaktewater gaat zowel over chemische kwaliteit als de ecologische kwaliteit. Nou, op het linkse plaatje heb je de ecologische kwaliteit in Nederland. Wat opvalt is de rivier de Maas, die zo ongeveer vanaf Roermond tot Nijmegen behoorlijk rood is gekleurd. En je ziet in de linkerkant van de kaart, in het westen van het land, de oppervlaktewater gemiddeld genomen matig. En in verstedelijk gebied zie je nogal wat rode vlekken. Randstad. Nou ja, aan de rechterkant heb je de chemische kwaliteit. Daar zie je ook duidelijk aan de linkerkant wat meer roodverkleuring. Dan aan de rechterkant is je wat neutraler. Als je nu die plaatjes bij elkaar pakt, zowel kaderrichtlijnwater als nitraatrichtlijnwater, is voor de minister de aanleiding geweest om te zeggen, ik kom met generieke maatregelen. Die generieke maatregelen zijn in mijn ogen nodig. Enerzijds voor een deel in het land waar nitraat in het grondwater een probleem is. En anderzijds voor een ander deel in het land waar met name het oppervlaktewater het probleem is. Nou ja, we hebben de Natura 2000 discussie zit vers in ons hoofd. Daar zijn we regelmatig mee bezig. En daar hebben we een hele discussie gehad. En die gaan we ook hier krijgen. Over die kaderrichtlijn water. Wie is dan verantwoordelijk voor wat? Want dat is niet alleen landbouw. Maar dit plaatje is al dateert van een paar jaar geleden. Dus je moet je niet aan die percentages die hier aan de linkerkant staan, belasting, moet je me niet op vastpinnen. Maar een beetje voor de beeldvorming vanuit het verleden. Is ongeveer de helft van de belasting van oppervlaktewater wordt toegeschreven aan de landbouw. En de andere helft uit stedelijk gebied, rioolwater, zuivingsinstallaties. Je hebt natuurlijk ook de ammoniakdepositie en vanuit het buitenland. Daarbinnen is stikstof vooral vanuit bemesting en fosfaten vooral vanuit nalevering van de bodem. Nou ja, waarom laat ik jullie dit kaartje zien? Dit is voor de minister
een argument geweest om met name te pleiten voor bemestingsvrije, teeltvrije zones. Nou ja, dan de minister is hiermee naar Brussel gegaan en ik zag toevallig vanmiddag op boerderij.nl een beeld van hoe het Brusselse hier tegen aankijkt. Nou, de EU-commissaris Milieu, die vindt eigenlijk dat de landen in Europa de nitraatvervuiling niet snel genoeg aanpakken. Ja, en Nederland staat in het rijtje met landen waar het allemaal nog niet op orde is. Nou, wat ik net heb laten zien is in feite hoe het ministerie tegen de data aankijkt. De cijfers die voortdurend door de monitoring op allerlei niveaus verzameld worden, in rapporten gestopt. Daar moet ze dan vervolgens mee naar Brussel ter verantwoording. Nou ja, de reactie van Brussel is voorspelbaar. Gebeurt ook elke 4 jaar in principe hetzelfde. Het is, zolang je de doelstelling niet bereikt, is het dus niet voldoende. Maar met het in het achterhoofd de doelstelling kaderrichtlijn water heeft het ministerie aangekondigd dat men in deze actieprogramma's, want het is zowel een 7e eigenlijk als ook het 8e wordt al aangekondigd, rechtvaardigt het ministerie voor zich de ingrijpende maatregelen die in de ogen van het ministerie nodig zijn om aan de richtlijnen te voldoen. En die impact heb ik opgesplitst in 3 punten. Het eerste is de impact op de bouwplannen. Die krijgt ook veel aandacht, want aan bouwplannen denk je als eerste aan akkerbouw. Maar ook de melkveehouderij wordt niet gespaard. Rustgewassen in rotatie, 1 keer in de 4 jaar. Vanggewassen naar de hoofdteelt op 60% van het areaal. Die zijn beide voor de melkveehouderij maar beperkt van belang. Wat meer ingrijpend is, dat is minimaal 60% rustgewas op het areaal in gebruik bij graasdierbedrijven. Nou, wat is een rustgewas? Die lijst is nog niet compleet. Wat we weten is dat er in ieder geval gras en graan als rustgewas wordt beoordeeld. En mais zal geen rustgewas worden. Dat betekent dus dat je niet meer onbeperkt mais kunt telen zonder roulatie. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat je, als je mais teelt in afwisseling met aardappelen of suikerbieten, dat het ook niet voldoende is. 1 keer in de 4 jaar zal er een rustgewas geteeld moeten worden op percelen, ongeacht of het nou van een akkerbouwer is of een melkveehouderijbedrijf. Vanggewassen, nou ja, voor de meeste van ons telen hoofdzakelijk mais als akkerbouwgewas. Daar is dat natuurlijk al bekend en niet nieuw. In 2027 wordt dat nog wat verder opgeschroefd. Rustgewassen 1 keer in de 3 jaar. Vanggewassen op alle teelten. En minimaal 70% rustgewas op het areaal in gebruik bij een graasdierbedrijf. Dus een melkveebedrijf. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook. Een jongveeopfokker is ook een graasdierbedrijf. En op dit moment, volgens de huidige regels, geldt het ook voor een stierenmester. Dat is ook een graasdierbedrijf. Maar een rosébedrijf valt er weer buiten. Van die 70% rustgewas in 2027 moet dan minimaal de helft blijvend grasland zijn. Dat betekent dus 35% van je bedrijfsoppervlak blijvend grasland. En blijvend grasland betekent grasland wat minimaal 5 jaar oud is. Je kunt dus pas blijvend grasland scheuren, als je dat zou willen, op het moment dat je daar een ander perceel grasland voor hebt, wat dan ook 5 jaar oud is, zodat je aan die 35% kunt blijven voldoen. Doorzaaien kan in principe altijd. 2. De impact op oppervlakte. Die grijpt er bij de melkveehouderij misschien in het algemeen voor de meeste bedrijven wel het hardste in. 5 meter bij ecologisch kwetsbare waterlopen. Binnen je eigen waterschap weet men wel welke waterlopen ecologisch kwetsbaar zijn.
als je dat voor je eigen bedrijf zou willen weten. Maar de minister heeft ook aangekondigd dat ze opnieuw gaat laten kijken naar de lijst van ecologisch kwetsbare waterlopen. Of dat ze allemaal wel opstaan. En of dat er misschien ook wel weer waterlichamen van af zouden kunnen. 2 meter bij overige watervoerende wateren. Nou, dat betekent in feite, in onze beleving althans, dat watervoerende sloten die droog vallen tussen april en oktober, dat het daar niet voor zou gaan gelden. De minister heeft wel een maximum in haar actieprogramma aangekondigd van 5% per perceel. Dus als je lange, smalle percelen hebt met veel water, wat we vooral natuurlijk in veenweidegebieden zien, dan is het oppervlak begrensd tot 5%. Niettemin, in die gebieden gaat dit wel betekenen dat je gerust ervan uit kunt gaan, bij ongewijzigd beleid, dat je dus 5% van je percelen niet meer kunt bemesten. Daar groeit dus ook minder voer op. En wat ook belangrijk is om te beseffen, ook geen mestplaatsingsruimte. Dus het werkt door in de grondgebondenheid, in je wet grondgebonden groei. Het derde punt, dat is een vergaarbak van overige maatregelen met impact. Nou, vangewas dient voor 1 oktober gezaaid te worden. Die kennen we al, we hebben dit jaar uitstel gehad. Maar dat zal niet standaard worden. De stikstofgebruiksnorm van groenbemesters vervalt. Daar hebben de meesten van ons weinig mee van doen. Behalve als je ook akkerbouwgewassen teelt met een groenbemester daarachter. Dan had je daar dus een extra gebruiksnorm voor. Die komt te vervallen. De minister gaat nog aanvullend beleid ontwikkelen voor droge jaren. Dat is het leermoment van de minister van de afgelopen jaren geweest. Omdat dat ertoe geleid heeft dat de nitraatcijfers zijn opgelopen, is de minister van mening dat er aanvullend beleid voor ontwikkeld moet worden. Extra mestopslag wordt genoemd om dus het aanwenden van mest in droge jaren te beperken. Wat ook belangrijk is om te beseffen dat de minister ook een doorkijk maakt naar haar ambities met betrekking tot de herbezinning mestbeleid. Waar de doelstelling van ligt dat graasdierbedrijven, melkveebedrijven, grondgebonden worden. En dat je die grondgebondenheid ook kunt realiseren door middel van samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen met grond. Echter, in de 7e actieprogramma geeft de minister aan dat ze op de denklijn zit dat die gronden die je betrekt van een ander bedrijf, dat die moeten voldoen aan het 7e actieprogramma zoals het ingericht is voor een melkveebedrijf. Dat betekent dus in feite dat je, als je dus extra gronden met een overeenkomst aan je bedrijf koppelt van een akkerbouwer, dat daar dan ook het blijvend grasland aandeel aan gekoppeld wordt en van gewassen. Mag duidelijk zijn dat dat de samenwerking met akkerbouwers enorm bemoeilijkt. En ook dat wil ik jullie vragen, neem dat mee in een reactie op de internetconsultatie. Het lijkt nog ver weg, maar het is wel belangrijk om een signaal af te geven. Dat doen we zelf ook. Bezwaarpunten van LTO. Nou, er zijn eigenlijk al veel logische bezwaarpunten ook al gecommuniceerd in de media. Nou, wij willen natuurlijk niet generiek beleid. Niet op die plekken waar het niet nodig is. Dit gaat vooral over middelvoorschriften. Nou, wij denken dat met het vakmanschap van ondernemers meer te bereiken is. De integraliteit met andere maatschappelijke opgaves mist. Dat is onvoldoende oog voor gemengde bedrijven. Er is definitie van graasdierbedrijf is niet gegeven.
Behalve het hebben van runderen, dat betekent de feiten, dus dat is een extensief bedrijf wat ook een akkerbouwtak heeft, moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor graasdierbedrijven. Dus neem ook dat mee als u zo'n bedrijf hebt in uw reactie voor de internetconsultatie. De onderbouwing en de effectiviteit laat soms te wensen over. Wat je altijd ziet gebeuren in deze scenario's is dat de minister rekent in op basis van in dit geval kalenderdatum en bouwplannen. Maar we hebben ook te maken met natuur, we hebben open systemen, we hebben te maken met het weer. Dus de effectiviteit die is niet gegarandeerd, terwijl die wel als vaststaand wordt ingerekend. De economische impact is nog niet onderzocht. De verwachting van ons is dat eind deze week er een reactie komt vanuit het ministerie waarin gedeeld wordt het onderzoek waardoor Wageningen de Wekker is uitgevoerd om de impact van het 7e actieprogramma op de sector in beeld te brengen. Wij vinden het belangrijk dat u in de internetconsultatie uw eigen impact zichtbaar maakt. Want dat spreekt veel duidelijker dan tonnen of miljoenen in de sector als je zichtbaar maakt wat het effect is op het individueel inkomen van een individuele boer. Maatregelen worden gefinancierd met geld uit het GLB. Dat is een sigaar uit eigen doos. Daarbij komt ook nog... Daarbij komt ook nog dat de bufferzone, de bemestingsvrije zone, op termijn in de conditionaliteit komt van het GLB vanaf 2026. Dat betekent dus eigenlijk heel simpelweg gezegd, als u niet gebruik zou wensen te maken met het GLB, omdat u die bufferzones niet wilt. Dat kan, maar als je een GLB, als je een bufferzone moet, omdat er nu eenmaal in een mestwetgeving staat, dan heb je in feite geen keus. Nou, we hebben ook een kritiek op het proces. We hebben geen inbreng vanuit de sector gehad. En zeker als het gaat om derogatie, komt er pas duidelijkheid in de zomer volgend jaar. En dan ligt de mest al heel lang op een hand. Hoe nu verder? Wij vinden het invullen van de internetconsultatie van groot belang. Waarom? Wij zijn bij zelf ook bezig met LTO uiteraard. En andere belangenbehartigers zullen dat ook doen om een reactie te schrijven op de internetconsultatie. De internetconsultatie moet u zien voor de beeldvorming zoals u in uw eigen regio of uw eigen gemeente wel eens hebt ervaren. De gemeente schrijft een bestemmingsplan, dan mag u zienswijzes indienen. Nou, dit is ook een soort van het indienen van een zienswijze. Dat is gefaciliteerd vanuit het democratische proces in Nederland. U weet ook dat zo'n zienswijze bij een gemeente, en ik heb die ervaring zelf ook, dat je daar al snel het idee hebt, waar doe ik het eigenlijk voor? Want ze doen er toch niets mee. Niettemin is men verplicht om u van een reactie te voorzien. En tegelijkertijd versterkt het onze lobby en ook van andere belangenbehartigers als de signalen uit het veld ook het ministerie bereiken. De reactie die wij vanuit LTO gaan geven, zal voor het ministerie geen verrassing zijn. Die is behoorlijk voorspelbaar. Want we snappen goed, en ook het ministerie snapt best wel waar de pijnpunten zitten. Maar we maken hem veel krachtiger en veel, veel breder gedragen als ook boeren massaal reageren. Uit het verleden hebben we de ervaring dat het geen zin heeft om een standaard bezwaar te maken, dat vervolgens met onze leden te delen, om dat vervolgens dan weer in te dienen. Het heeft alleen maar zin als je een bezwaar maakt op basis van uw eigen bedrijf, wat er met u gaat, voor u zou kunnen betekenen. Wat we ook doen is werkgroepen formeren. We hebben 2 weken geleden een ambtelijk overleg gehad met het ministerie, niet bestuurlijk. In het ambtelijk
overleg hebben we de handreiking gedaan, omdat de minister heeft aangegeven dat de maatregelen niet in beton zijn gegoten. De effecten zijn echter wel in beton gegoten. Dat geeft een beperkte speelruimte om te kijken of dat we alternatieven kunnen bedenken die voor de sector minder pijnlijk zijn of beter gedragen worden, waardoor we maatregelen wat beter draagbaar kunnen maken. Nou, die handreiking die hebben we aangepakt. En we staan ook op prijs als u ideeën hebt waar u van denkt, nou, als ik dat of zus of zo zou doen, dan zou dat positief kunnen werken op de waterkwaliteit. Deel die in uw internetconsultatie en deel ze ook met ons. Wat we uiteraard ook doen is lobbyen. We winnen nog juridisch advies in voor de onderbouwing van zowel kaderrichtlijn water als de nitraatrichtlijn op de effecten die wij op onze bedrijven daarmee verwachten. En ook om te kijken in hoeverre dat maatregelen afrekenbaar zijn op de sector en op individuele boeren. En we trekken hierin samen op met ketenpartijen als De Zuivel, BO Akkerbouw, de NAV, het NAJK. De derogatie. Belangrijk voor de melkveehouderij is uiteraard derogatie. Maar hij is niet alleen belangrijk voor de melkveehouderij, hij is belangrijk voor heel Nederland. Wij en het NAJK willen derogatie behouden. We hebben ook een wens voor een derogatie op gewasniveau. Want de waterkwaliteit onder derogatiebedrijven is namelijk goed. Derogatie beperkt de inzet van kunstmest, beperkt de inzet van kali en fosfaten die elders gedolven moeten worden, levert daarmee een bijdrage aan kringlooplandbouw en een bijdrage aan klimaatdoelstellingen. De Europese Unie zal, zoals ik al aangaf, pas medio volgend jaar kunnen beslissen over het verlenen van een derogatie. Nou, het verlies van een derogatie heeft een grote impact op ons mestoverschot, een grote impact op de kunstmestbehoeften en grote financiële gevolgen voor de melkveehouderij. En ik wil u ook vragen in de internetconsultatie, geef gerust aan wat het voor uw bedrijf zou betekenen op het moment dat de overheid voor ons geen derogatie geregeld krijgt in Brussel. Zowel de kosten van het afzetten van mest, alhoewel niemand kan voorspellen wat mestafzet zou gaan kosten op het moment dat je de derogatie kwijtraakt, maar houd die maar hoog genoeg aan. Nou ja, en kunstmestbehoeften, wat daar de kosten van zijn, als je dan de actuele prijzen maakt, dan schrikt u er denk ik zelf van wat dat gaat kosten. LNV neemt op voorhand al vergaande voorwaarden op door het areaal rustgewassen en blijvend grasland bij graasdierhouders vast te leggen. En borg daarmee het milieurisico op het scheuren van grasland bij een verlies derogatie. De minister heeft steeds tegen de Tweede Kamer gezegd en dat derogatie goed is voor Nederland en goed voor het milieu. Op zich mogen wij haar best daar compliment voor geven, zoals zij in de Tweede Kamer de derogatie tot nu toe heeft verdedigd. Een argument om de derogatie te houden is ook dat de derogatie helpt in behoud van grasland. Maar door de keuzes die gemaakt worden in dit zevende actieprogramma, borgt het ministerie wel het areaal grasland voor een belangrijk deel op het moment dat er een slechte of zelfs geen derogatie zou komen in de toekomst. Dus het ministerie dekt zichzelf in. Betekent ook voor veehouders die nu geen gebruik maken van een derogatie, dat ze dus extra gehouden worden rustgewassen. Bedrijven die nu aan de derogatie voldoen, die hebben met die 70% niet zoveel te maken, want ze hebben al 80% grasland, dus voldoen daar al aan. Maar betekent dus wel, als we derogatie kwijt zouden raken, dat je dus wel de lasten
van 70% rustgewas gewoon blijft houden. De tijdslijn tot slot, ik ben bijna klaar. Nou, we zitten nu in begin oktober. We zijn bezig met het nitraatcomité uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland. Gelukkig zijn de coronaregels van die aard dat het technisch mogelijk moet zijn. Dat werkt stukken beter dan dat we dat via de digitale route zouden moeten doen. We zijn dus nu bezig met de internetconsultatie. We zijn bezig met het... Met een groep dus om de alternatieve maatregelen te bedenken. Nou, dit jaar nog, de verwachting is 15 december, als ik me niet vergis, dan moet het actieprogramma bij het nitraatcomité op tafel liggen. Dan zouden we in het voorjaar daar een reactie op moeten krijgen en dan kan pas de derogatie worden aangevraagd. Dus, en die ligt er dus niet voor juni. Een samenvatting even tot slot, zodat je het een beetje overzichtelijk bij elkaar kunt hebben. Maar goed, dit is morgen ook weer zichtbaar bij de nieuwsbrief. Daar komt de link. Daar kunt u dit nog allemaal terugzien en terugvolgen. Impactvol is de teeltvrije zone. 70% verplicht rustgewas, waarvan de helft blijvend grasland. Dus ruim 1/3 van uw bedrijfsoppervlak. Blijvend grasland. Een bouwplanverplichting die geldt dus ook voor de melkveehouderij. Geen continu teelt mais meer mogelijk. Een doorkijk naar de herbezinning mestbeleid. Grondgebonden veehouderij. Implementatie van het 7e en 8e actieprogramma geldt ook voor gronden binnen een samenwerkingsovereenkomst. En er komt nog aanvullend beleid voor droogte. En dan mag u best opschrijven in uw internetconsultatie dat u ook flankerend beleid wenst ten aanzien van beregenen. Want de droogte en grasland telen gaat niet goed samen. En we zullen ook in de toekomst moeten strijden om grasland beregend te mogen houden in die gebieden waar het kan. Als u naar de website gaat van ATO Nederland, de link stond op het voorblad en die komt daar nog een keer in beeld, dan komt die onder andere ook uit bij dit schabloon. Als houvast voor het maken van een internetconsultatie. Er staat nog een keer genoemd de maatregelen en de verplichtingen die voor u relevant zijn. En dan kunt u zelf kiezen welke u wenst te benoemen. En daarboven ook de aanhef en het mailadres waar je hem naartoe moet sturen. Zoals ik al gezegd had, wij bereiden zelf ook een inhoudelijke reactie voor, uiteraard. Wij vragen u om onze reactie kracht bij te zetten om het voor uw eigen bedrijf digitaal of schriftelijk kenbaar te maken. U kunt de brief tot en met volgende week maandag indienen of mailen bij LNV. En we staan op prijs als u ook een kopietje stuurt naar ons, naar Willemien van de Kandelaar of Ebe Alberts. En alle info, adressen en het schabloon is te vinden op deze link. En dan ben ik klaar, Wil. Ik stop met het delen. Dank Jos voor jouw, ik denk, heldere uiteenzetting over het concept 7e actieprogramma. Nou, er zijn een aantal chatvragen gekomen en een deel daarvan is beantwoord. Maar een deel ook nog niet. Dus ik stel voor dat we de vragen die nog niet beantwoord zijn, dat we die jou even voorleggen. Misschien zijn er ook vragen bij waar je nog geen antwoord op kunt geven. Nou, dan is dat zo. Dan moeten we dat ook gewoon als zodanig beantwoorden, maar wellicht dat we die vragen wel mee kunnen nemen om daar verder een antwoord bij te krijgen in de toekomst. Verder is er ook de mogelijkheid om, als je je hand opsteekt, om vragen te stellen. En ik ga proberen om een en ander in goede banen te leiden.
En ik zie nog geen hand, dus ga ik gewoon even naar de vragen toe, Jos. En ik ga er een beetje kriskras doorheen. Of kriskras, dat betekent dat ik eigenlijk een beetje van onder naar boven ga. En ik krijg hier de vraag, ik denk van Hubert Levers. Blijft het mogelijk om grond uit gebruik te geven aan een akkerbouwer om te voldoen aan alle voorwaarden voor een graasdierbedrijf? Of loopt dan de akkerbouw ook heel vaak? Dat blijft zeker mogelijk, maar het wordt natuurlijk een stuk ingewikkelder. Als je als melkveehouder grond uit gebruik geeft, dan heb je altijd het risico natuurlijk dat je vastloopt in de wet grondgebonden groei. Dus daar begint het al mee. Je kunt natuurlijk altijd ruilen, dat je grond uit gebruik geeft en een ander perceel weer in gebruik neemt. Mag ik vragen om aan die mensen die niet aan het woord zijn om de microfoon uit te zetten? Ja. Kijk, in de maatregelen is opgenomen 35% blijvend grasland van jouw bedrijfsareaal. 35% rustgewas, dat mag dus tijdelijk grasland zijn en dat mag ook graan zijn en misschien ook nog wel iets anders, maar dat weten we dan nog niet. En dan heb je nog 30% ruimte voor bouwland. Het is dus ook mogelijk dat je je graan voor jouw bedrijf teelt bij een akkerbouwer. En die akkerbouwer kan op dat moment dat graan gebruiken om aan zijn verplichting te doen van rustgewas. Het grote verschil in de benadering tussen graasdierbedrijven, akkerbouw zit erin, dat een graasdierbedrijf heeft een verplichting op bedrijfsniveau. Voor de akkerbouw geldt die op perceelsniveau. Dus het is niet zo dat een akkerbouwer 25% of een derde van zijn areaal elk jaar in een rustgewas moet hebben. Een perceel moet minimaal 1 keer in de 4 en later 1 keer in de 3 jaar beteeld worden met een rustgewas. Dus er zijn nog steeds uitruilmogelijkheden, maar het wordt wel nog ingewikkelder als dat het al was. Ja, Jos, ik zie een hand van Lisbeth de Wit, of een familielid daarvan. En die heeft naar aanleiding van jouw opmerking of antwoord misschien wel een aanvullende vraag. En ik zie dat het niet Lisbeth is. Nee, ik ben Jaco de Groot. Mijn vrouw is Lisbeth. Ik had een algemene vraag. Ik zit in het veenweidegebied. Of nou, misschien wel een voorstel. Maar mijn vraag is, er is bij Europa mogelijkheid om een uitzondering te vragen voor waterrijke gebieden voor die rand. Dus ook niet de rand eraf te doen. Zeg maar. Maar ik voel zo aan dat als je dat gaat aanvragen, zeggen ze, hoe zorgen we dan dat die waterkwaliteit beter is? Nu merk ik in ons gebied dat het niet bemesten, dat doet niet zoveel aan waterkwaliteit, maar het beheren van de slootkant en het maaisel afvoeren, dat heeft de winst. En nou, hoe ga ik mijn voorstel even kort formuleren? Mijn voorstel heel kort is, kan je zeggen bijvoorbeeld, wettelijk is verplicht die rand, behalve als je doet aan aanvullende diensten waar de waterkwaliteit beter wordt, dan hoeft die verplichting niet. Snap jullie hem? Ja, ik denk dat ik hem wel snap. Wij hebben heel veel reacties gekregen uit het veenweidegebied. En dat is ook logisch, omdat daar die akkerranden, die bufferzones natuurlijk hard ingrijpen. En het is voor ons ook een zoektocht om te kijken van wat kunnen wij onderbouwd aanleveren om die strook zo klein mogelijk of tot nul terug te brengen. En dat is inderdaad een denkrichting die wij ook volgen. Dus ik ben wel blij met je oplossingsrichting. Er liggen heel veel onderzoeken, of heel veel, er liggen meerdere onderzoeken over de effecten van bemestingsvrije zone op waterkwaliteit. Bij het actieprogramma zit ook een MER-rapportage. En de MER geeft eigenlijk aan dat die impact van die bufferzones beperkt is. 1-2% minder uitspoeling op zand en klei, ook in die orde. Veen een stuk hoger. En waarom? Omdat er nu eenmaal veel meer sloten liggen.
Niettemin hangt het er ook weer af van wat is de daadwerkelijke waterkwaliteit in een gebied. Dus daar, ik ben ook wel benieuwd naar de leidraad, maar zoals ik al zei, die moet nog ontwikkeld worden. Op basis waarvan waterschappen kunnen besluiten dat bufferzones kleiner mogen zijn dan die 5 of die 2 meter. Dus dat is nog best een uitdaging. Waterschappen moeten daar met de huidige voorstellen ook actief zelf op gaan sturen. Dus wij zijn ook best wel bang voor wat willekeur. Dat het ene waterschap denkt, nou ja, de overheid wijst ze aan en wij gaan ze niet, wij gaan er niets mee doen. Terwijl een ander waterschap misschien zegt van, nou ja, wij zijn wel bereid om naar te kijken waar het minder kan. Dus daar is actie voor nodig. En een argument die je ook kunt gebruiken is, en die hebben we ook al zelf in de internetconsultatie genoemd, hoe ga je om met sloten schonen, hoe ga je om met het slip en het mais. Dus ja, je hebt gelijk. Ja, dat ik wil dat stukje waar ik het uitleg, zeg maar, zal ik even in de chat zetten wat mijn idee is. Het volgende. Ja. Goed, prima. Ja. Jos, van inhoudelijk naar een strategische vraag. Gaan jullie ook een tegenplan presenteren? Nou ja, een tegenplan was zoals ik al zei. Er zijn nu 2 werkgroepen actief. We zijn ook al zelf, voordat we die officiële werkgroepen hadden, hebben we al een denksessie gestart van wat zouden wij in kunnen brengen aan maatregelen die effectief zijn en minder pijnlijk. Vrijdag spreken we onze portefeuillehouders in Nijkerk. Dus de afdelingsbestuurders van jullie afdelingen die betrokken zijn bij de melkvoerderij zijn allemaal uitgenodigd in Nijkerk. En daar willen wij met voorstellen, ook zoals net door de vorige spreker aangekondigd, die willen we daar met onze portefeuillehouders bespreken, sonderen, om te kijken, is daar dan wel draagvlak voor? Want we moeten ook voorkomen dat we straks met maatregelen komen, dat je dan vervolgens ook weer een hevige kritiek vanuit je eigen achterban krijgt van, met wat had je dat nou niet anders kunnen bedenken? Jos, nog een technische vraag. Waarom wordt er zo fors ingezet op blijvend grasland? Het idee van de minister, ik zeg steeds de minister, maar dat zijn natuurlijk vooral de ambtenaren die dat bedenken. Daar zit gewoon een denkkracht achter van hoe krijgen wij die uitspoeling omlaag. Nou, er zijn 2 manieren om de uitspoeling omlaag te krijgen. Het ene is zorg dat er minder uitspoelingsgevoelige gewassen worden geteeld. En die denklijn heeft ervoor gezorgd waarom die 1-op-4 en later 1-op-3 is bedacht. En dat zal ongetwijfeld consequentie hebben voor bijvoorbeeld de teelt van mais, die gewoon nu vaak wordt gebruikt in die kwetsbare gebieden voor nitraat in het oosten en zuiden, als soort van rustgewas tussen intensieve, hoger salderende gewassen. Dus dat je minder mais kunt gaan telen. Dus dat betekent ook iets voor de rantsoenen van koeien, dat er minder mais beschikbaar zal zijn. De andere is, als boeren, als melkveehouders nu minder grasland scheuren, dan hebben we minder emissies. Want we weten eigenlijk wel dat als we grasland scheuren, dat er zoveel stikstof nog uit vrijkomt, dat je het volggewas eigenlijk nauwelijks hoeft te bemesten. Zeker niet op stikstof. Maar het ministerie weet best dat de meeste boeren dat toch gewoon doen. En dat mag ook gewoon volgens de wet. Maar daar raak je nogal wat stikstof kwijt. Dus het idee van de minister is gewoon zorg voor meer blijvend grasland. Dan gaan boeren minder grasland scheuren. Dan zo meteen ga ik weer naar een handje. Maar ik heb nu nog 2 vragen. En dat zijn eigenlijk ook wel beleidsvragen die je aan elkaar kunt koppelen. Dus dat doe ik ook even. En de eerste vraag komt van Guido van Hoven. En dat is, hoe groot is de kans dat we geen derogatie hebben in 2022 als we vol inzetten op het aanpassen of het omverschoppen van het actieprogramma? En dat komt dat is een makkelijk antwoord, Wil. Okay. Als wij vol inzetten op het slopen van het actieprogramma, dan durf ik te zeggen dat met 100% zekerheid dat we de derogatie kwijt zijn. Ja, dat is veel duidelijker kun je niet zijn, Jos.
Dus ik denk dat het een helder antwoord is. Peter Beste, die heeft eigenlijk daar een beetje een vraag op volgend. Hoe groot is het risico van verzet tegen plannen, deze plannen, als we niet opnieuw een derogatie verleend krijgen? Dus dan zou er volgens Peter, of die vraagt zich af, of er volgend jaar, als dit actieprogramma is goedgekeurd, er daarop volgend geen derogatie verleend wordt. Hoe groot is de kans dat dan de pleuris uitbrengt? Ik zeg maar even heel plat. Nou, en die is denk ik ook 100%. Oké. Maar hij heeft wel een punt. Dan heb je wel te maken met een goedgekeurd actieprogramma. En dat is dan in feite al een proces wat dan achter ons ligt. Dus de pleuris breekt uit zonder derogatie. Maar het ministerie heeft inmiddels wel met Brussel allemaal al geregeld. Ja. Dat zou ervoor kunnen pleiten om te zeggen van nou weet je wat, dan laat die derogatie maar zitten. En dan zorg maar voor een beter verteerbaar zevende actieprogramma. En dan kom ik weer terug naar mijn, volgens mij was de tweede sheet of zo. We hebben wel te maken met doelen waterkwaliteit. Dus als je nu de derogatie weg zou schuiven, je zou daar een wat beter verteerbaar zevende actieprogramma voor terugkrijgen. Dan weet ik ook met 100% zekerheid, Wil en anderen, dan zitten we over vier jaar weer gewoon bij elkaar met de conclusie dat we de doelen niet gehaald hebben. En dan gaan we het weer met elkaar over hebben welke duimschroeven vervolgens weer aangedraaid gaan worden. Dus met andere woorden, zonder derogatie wordt het niet beter. Dank Jos voor jouw heldere toelichting. Ik zie twee handjes en ik ga even naar de hand van Albert. Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een vraag over het sloten schonen. Er zijn tendensen dat men het maaisel uit de oever opgeruimd wil hebben. Echter, er zijn ook waterschappen waar ecologisch schone hoogtij viert. En dat betekent dat bijvoorbeeld op een sloot van 4 meter breedte je 2 meter hoeft te schonen, 2 meter niet. Mijn vraag is er al bekend wat het effect is van de planten die gaan verteren blijvend in het slootwater? Ik mag toch aannemen dat dat niet bij ons aangerekend gaat worden. Dat is vraag 1. Vraag 2 is een opmerking. Ik krijg signalen vanuit de waterschappen dat zij dit zevende actieplan toch min of meer willen gaan steunen. Ik wil dan toch een vingertje opsteken en een waarschuwing optuigen, ook richting waterschapbestuurders, dat als dat zo onverkort doorgaat, ik het gevoel krijg dat onze waterschappen toch een soort min of meer onze nieuwe vijand op deze manier gaan worden. En ik denk niet dat de maatschappij, maar ook de waterschappen, dat moeten willen laten gebeuren. Jos, kun jij daar een... Dat is een technische vraag. En of het antwoord daarop überhaupt door iemand gegeven kan worden, weet ik niet, Albert. Maar ja... Ik zeg dan, die neem ik mee. Morgen zitten we niet toevallig, wel toevallig, maar morgen zitten we toevallig met de portefeuillehouders bij elkaar. Dus ik leg hem sowieso intern neer. Ik weet wel dat afvoer van maaisel, dat is mij al jaren een doorn in het oog. Boeren ruimen het meestal dan nog wel op, maar terreinbeheerders zijn erg laks. En bij terreinbeheerders horen ook gemeentes. Dus dan krijg je eigenlijk dat je het slip wat je op de kant zet, vervolgens weer uitmijnt richting de sloot. Mijn gevoel zegt op het moment dat je de helft schoont, dat de andere helft, zolang die dan nog maar groeit, maar je noemde al terecht, Albert, op het moment dat het gaat rotten en versterven, zolang het maar groeit, neem het nutriënten op. Het remt de snelheid van de waterafvoer. En remmen op zich geeft ruimte tot bezinking. Dus op zich is dat ook misschien best wel positief. Maar laat ik er vast niet te veel op freewheelen. Ik zorg wel dat we een antwoord op die vraag gaan krijgen. En als je die vraag niet beantwoord kan worden, dan moet er maar onderzoek naar plaatsvinden.
Misschien even nog een antwoord op de tweede vraag of opmerking van jou, Albert. Wij hebben vanuit de LTO al aangegeven dat het draagvlak voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op deze manier volledig onderuit gehaald wordt. En dat is eigenlijk denk ik ook een beetje waar jij op doelt. Dat je als bedrijfsleven, land- en tuinbouw, samen met overheden, semi-overheden moet werken aan een betere waterkwaliteit. En die vijandigheid die wordt op deze manier, zoals jij ook zegt, gecreëerd. En dat hebben wij al bij het ministerie laten horen. Dus jouw oproep... Mag ik nog iets toe? Ja. Mag ik één zin toevoegen? Ja. Ons waterschap zet in op gebied van biodiversiteit en volop ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Ik geef meteen maar een schot voor de boeg. Als dit zo doorgaat zoals men dat wil, met die 2 meter zones, dan pijnt ze er niet over om nog maar 1 meter natuurvriendelijke oever aan te leggen. En ik wil niet dwars zijn, maar dit wordt toch wel een menselijke reactie volgens mij van een ondernemer, van een normale ondernemer. En daar sta ik niet alleen in. Helder, steeds. Nee. Ik denk dat dat heel, een heel logische reactie is, Albert. Ja. Helder statement. Ik pak nog even, Jos, een paar vragen. Want Albert die had het over het maaien van sloten enzovoort. En er zijn 4 vragen bij elkaar gekomen. Toen, op het moment dat jij uitleg aan het geven was over hoe het dan zit met die bemestingsvrije zones. En de eerste vraag is dat 2 meter bemestingsvrij bovenop het lozingsbesluit. De tweede is, mag je in die 5 meter tiltvrije zone wel koeien en jongvee weiden? Dus dat gaat over beweiden. En de derde is, oh trouwens, is de vierde trouwens ook. Dus het zijn er 3. En de derde vraag is, vallen sloten in eigen beheer ook onder overige watervoerende sloten? Anders kan je die gewoon dempen. Dat is eigenlijk de oplossing die meneer of mevrouw de Jong ziet. Ja, ik denk, volgens mij mag je sloten dempen in eigen beheer, maar dat ligt aan de status die ze hebben op de legger en of dat ook water van derde partijen doorheen moet. Dus dat zal relevant zijn of je een sloot kunt en mag dempen. Dat is 1. Ja, koeien mogen weiden in bufferzones tot nu toe. Maar de mest die een koe daar scheidt, die ben je in feite kwijt in die zin. Je hebt er geen bemestingsruimte voor. Wat was de derde vraag? Die 2 meter en het lozingbesluit. Volgens mij bedoelt hij het activiteitenbesluit. Hij komt er niet bovenop, hij komt in plaats van. Die 2 meter geldt vanaf de insteek. En nu heb je 50 centimeter bij grasland en volgens bemestingsvrij. Alleen geen consequentie voor de plaatsingsruimte. En je hebt wat meer als je een akkerbouwgewas deelt. En het wordt dan dadelijk in principe 2 meter langs watervoerende sloten. Oké, dankjewel Jos. Nou, nu ga ik even naar een handje toe, want Jos van der Zanden die zit inmiddels ook al bijna een kwartier met zijn hand omhoog. Dus Jos, stel je vraag. Microfoon het? Die doet het. Mooi, ik heb er een drietal. De eerste opmerking heb ik al heel vaak gezegd. Natuur bemest zichzelf door middel van bacteriën. Dus een nitraatprobleem oplossen in natuurgebieden en in bossen, dat gaat gewoon niet worden. Want ammonium wordt gewoon gevormd door bacteriën. Die wordt opgeslagen in de bodem en zal in de winter uitspoelen. Ook de afval van de bladeren van bomen. Dus dat probleem oplossen, alle maatregelen die we nu doen, lukt gewoon niet. Hebben wij in de pilot voor de kaderrichting water, kleine beer al uitgebreid aangetoond. Sloten, natuurgebieden bevatten zeer veel nitraat. Sloten, landbouwgebieden bevatten weinig nitraat. De natuur bemest zichzelf. De grote vraag die ik heb, afgelopen zomer hebben wij opnieuw een zeer zware overstroming gehad. Die rivier wordt niet gemaaid, zeer slecht onderhouden, zit vol met riet, zand en bomen. Het water was voor minstens 50% afkomstig uit riolen. En er ligt een 5 meter mestvrije zone langs, een zone zoals hier ook bedoeld wordt. Die zone is zeer zwaar bemest met rioolslip. Opnieuw een Hüttenberg zwaar vervuild gras af moeten voeren. Als dat de huidige toekomst is van bemestingsvrije zones en beheer van sloten, ziet het er diep triest uit.
de waterschap, ik heb dus ook inderdaad nieuwe rechtsbijstand ingeschakeld, de waterschap gaat vervolgd worden. Dit zijn milieudelicten die bij ons gepleegd zijn, op ongekende schaal. En dan praten we hier over nitraatrichtlijnen en 5 meter mestvrije zones, alsof wij het zo slecht doen. Wij praten hier over giftige zware metalen en over riolen. Echt zwaar shit wat de afgelopen zomer gebeurd is. En dan kunnen we hier echt met een heel dikke vette rode stip bij de overheid hier neerzetten. Dit kan absoluut niet door de beugel. Als die Europese kader is en water gehaald moet worden in 2024, dan moeten alle riolen eraf. Die moeten 100% dicht. Ja, akkoord. Ja. Dan nog een andere vraag van Hubert Levers komt die, denk ik. Wanneer gaat de overheid van middelgericht beleid naar doelgericht beleid? En wanneer gaat dat ook belonen wanneer het goed gaat? Kun je daar iets over zeggen? Ik heb net een paar keer met 100% gegooid. Dit wordt een gewetensvraag. Laat ik het anders formuleren. Wij hadden best wel een goede kijk op een gewasderogatie. En dat kwam omdat derogatie goed past binnen de klimaatdoelstellingen. Het is een ambitie van LTO die is volgens mij al pak en beet 8 of 10 jaar oud. En nu leek het erop dat we eindelijk aan de kant van het ministerie mensen ontmoeten die met ons meedachten. En je ziet nu onder het geweld van het 7e actieprogramma dat het gemarginaliseerd is. Zo op een dusdanig niveau dat ik mezelf afvraag, moeten we er nog aan trekken? Toch blijven wij dat wel continu framen. Dat we van middelen naar doelen moeten. Omdat we gewoon ook weten, met de middelen gaan we de doelen nooit bereiken. Je kunt je sowieso afvragen of je de doelen gaat bereiken. Maar via het middelbeleid ga je ze nooit bereiken. In het actieprogramma en ook in de internetconsultatie bij het actieprogramma van LTO is veel ruimte genomen om te pleiten voor afrekenbare instrumenten op bedrijfsniveau veel meer meten. Ja. En of dat ooit waarheid wordt, ik ben ervan overtuigd dat we het via de Tweede Kamer af moeten gaan dwingen. Het hele 7e actieprogramma ademt uit eenvoud, controleerbaarheid, borging. Dus het ministerie beweegt nog eerder meer naar middelen toe en verder weg van doelen. Ja. Jos, nog een technische vraag over en eigenlijk ook wel een beleidsvraag over blijvend grasland. De opmerking van Jacqueline Uhle. Als de voorstellen doorgaan, dan komt er veel meer blijvend grasland. Als je als melkveehouder stopt en je grond wilt verkopen, dan zit je met dat blijvend grasland. Wordt het dan onverkoopbaar? En kan eigenlijk is de suggestie of de vraag, kan de definitie blijvend grasland eindelijk niet van de baan? Kan daar ingezet worden in de lobby? Nou, als ik een positief punt mag noemen van de verplichting tot het telen van blijvend grasland is dat op het moment dat Nederland dit zou gaan doen, waar op dit moment geen enkele aanleiding toe is vanuit de definitie en eisen vanuit Brussel voor het areaal blijvend grasland, dan weet ik dat we in ieder geval de komende pakkenweg 10 jaar ons geen zorgen hoeven te maken dat wij in Nederland te weinig blijvend grasland telen. Op het moment dat je je geen zorgen hoeft te maken of je in Nederland voldoende blijvend grasland teelt, hoef je niet te verwachten dat de wetgeving verandert. De wetgeving is nu zo dat op het moment dat jij stopt met het houden van koeien en je wordt een akkerbouwbedrijf, mag je behoudens in de nabijheid van Natura 2000 gebieden, waar al een ploegverbod geldt, mag je gewoon grasland scheuren. En het huidige beleid is het zo, omdat blijvend grasland in Nederland niet gedwongen wordt,
maar wel gestimuleerd door de derogatie, dat je de vrijheid ook hebt, maar stel dat wij in Nederland te weinig Belgisch grasland zouden gaan telen. De norm ligt op volgens mij 2012. Dan is het in theorie mogelijk dat je dus aanvullende wetgeving zou mogen verwachten. En dan zou de consequentie best kunnen zijn dat je op het moment als je blijvend grasland hebt, dat dat blijvend grasland moet blijven. En dat is nou precies de reden waarom veel boeren in het zuiden om de 4 jaar hun grasland scheuren. Vanuit de zorg, anders wordt het misschien straks blijvend grasland en dan zit ik eraan vast. Nou, met dit actieprogramma blijven wij in Nederland zoveel blijvend grasland telen dat die zorg niet meer terecht is. Een andere vraag, Jos, over een bufferzone. Is de 5 meters bufferzone, horen daar de maaipaden van het waterschap ook bij? En een vervolgvraag, krijgt zij dan ook de verplichting om de randen van de sloot ecologisch en milieuvriendelijk te beheren en het maaisel dus af te voeren of aan te bieden aan de grondeigenaar die van het belendende perceel? Nou, dat is wel een heel technische vraag. Voor de bufferzone geldt vanaf de insteek van de sloot. Dus als er een maaipad ligt, zou ik niet weten waarom die maaipad er niet bij telt. Dat is 1. In Nederland hebben wij bij mijn weten een ontvangstplicht voor maaisel. Dus hè, je bent verplicht om het te accepteren. En bij mijn weten is er ook een afvoerplicht. Alleen heb je afvoerplicht wordt nooit gehandhaafd. Dus als jij het hebt ontvangen en je laat het liggen, dan kraait daar tot nu toe geen haan naar. Ja. En ik denk zelf dat wij die afruimplicht moeten gaan activeren. Dat is een nadeel voor boeren die het nou allemaal wel prima vinden dat het blijft liggen. Maar het is een nadeel voor het collectief van alle nutriënten die via het sediment weer in het water terugspoelen. Waar we dan toch weer de rekening voor gepresenteerd krijgen. Ja, ik zie een hand van René Jacobs. Misschien aanvullend een vraag. Nee, ik heb een vraag over de situatie op de Leurs. Daar wordt dan wel 75 milligram gemeten, maar wij hebben hier het project Slim Bemesten gehad. En Jos zal het ook kennen. En dan zitten we tussen de 2 en de 40. En dat is dan op grasland en ook bouwland. En dat is door een slim bouwplan toe te passen. En het ministerie was er altijd heel enthousiast over en altijd mee in denken. En nou opeens doen ze er helemaal niks mee. Wordt er ook nog naar gekeken door jullie van waarom dat, ja, of dat toch nog mee te nemen is. Want we worden nou op iets afgerekend. Wat sowieso niet klopt, die metingen. Dus daar zullen we het maar even niet over hebben dan. Nou ja, kijk, de meting dat is van het landelijk meetnetwerk. Daar zitten de bedrijven in, die zijn daar geselecteerd. Daar zit niet alles in. Dat is 1. En het project Slim Bemesten, ja, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van dat je dus door handelsperspectief neer te leggen bij ondernemers doelen kunt halen. Ik denk dat het ministerie denkt, nou ja, we fietsen die 1-3 teelt in en dat is ook prima. Maar ook het slimme mesten hebben we al genoemd in onze reactie op het nitraatactieprogramma. Als voorbeeld hoe het ook kan. Maar het haakt aan bij de vraag die Hubert al stelde, en waar ik ook op gereageerd heb. Het ministerie zit echt op de lijn van vereenvoudiging. Handhaafbaar, uitvoerbaar, controleerbaar. Ja, maar ik krijg hier toch echt wel het toeslagaffairegevoel bij. Hè? We laten zien dat het wel klopt en dat we wel eraan voldoen. Ja. We krijgen toch weer iets in onze nek gedrukt. Ja, ik ben het helemaal mee eens. We krijgen dan ook dus, van de akker. Dus daar moet dus ook de energie van ons op. Ja, dat kan er wel, maar we krijgen het ook nog van de akkerbouwers nagegooid. Hè? Want door jullie derogatie moeten wij dadelijk 1-3 gaan telen. Ja, dat snap ik. Dat beeld wordt altijd geschetst. Ik durf hem wel andersom te stellen. Nee, dat snap ik, maar dat is niet zo prettig om samenwerking aan te gaan. Nee, klopt. Er moet een besef landen dat wij te maken hebben met waterkwaliteit. En dat dan weer de ene en dan weer de ander de pijn gaat voelen op zijn erf op het moment dat je die waterkwaliteitsdoelstelling niet gaat halen.
Nou ja, tot nu toe werken we in ieder geval op bestuurlijk niveau goed samen. Maar ik weet dat de boerenerf daar wel eens ooit anders over gedacht wordt. Ja, en dan aanvullend op een eerdere reactie. Je liet in het begin die kaartjes zien, van die vervuilingen noemen ze het dan. Maar fosfaat en stikstof is toch zeker lang niet ergens die zware metalen wat steeds uit het riool komen en uit de stedelijke gebieden. En daar zit toch de echte vervuiling, maar daar doen ze nooit niks aan. Kaderrichtlijn water, dat gaat zowel over chemie als over ecologie. En dan zijn zware metalen ook relevant. Dus dat is een totaalplaatje. Als het gaat over nitraatrichtlijn, dan is het strikt nitraat. En op de schaal van wat weegt het zwaarste, denk ik dat je dat niet tegen elkaar kunt uitbalanceren. Een mooi voorbeeld is de discussie die we hebben gehad over die PFAS, waar Nederland de norm aanpaste en het probleem was weer opgelost. Nou, we hebben hier te maken met Europese normen en Nederland gaat ze niet aanpassen. Nederland gaat in Brussel ook niet vragen om ze aan te passen. En als ze het gewoon gaan vragen, dan krijgen ze niet aangepast. Dus iedereen is verantwoordelijk voor zijn deel. En voor ons is het belangrijk om te verzorgen dat we dan ook anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun deel. Maar dat neemt niet weg dat wij weer verantwoordelijk zijn voor ons deel. Een andere vraag, Jos. Even het juridische spoor. Kan niet onderzocht worden of het juridisch sowieso wel mogelijk is om een bemestingsvrije zone af te dwingen? Het voelt als diefstal. Nou ja, het voelt terecht als diefstal. Er werd zelfs al een keer een idee geopperd van laat de overheid die stroken maar opkopen en afwaarderen. Want het is verkapte natuur. Hè? Dat was ook een gedachte die bij ons via een aantal leden binnenkwam. En dan kan ik van dat geld kan ik dan alles weer grond kopen. Hè? Dat is ook een denklijn. Het juridische onderzoek wat wij aan het optuigen zijn, is gericht op hoe dat de kaderrichtlijn water en nitraatrichtlijn juridisch afrekenbaar is op het boerenerfniveau. En dat hebben we opgestart omdat we dat ook zien nu met de Natura 2000 discussie. We hadden natuurlijk beleid en dat beleid is er een stokje ingestoken door het MOB. Hè? Dat is een NGO die heeft gezegd, overheid, u hebt zelf wetten gemaakt om doelen te halen, maar die wetten zijn onvoldoende, want u haalt het doel niet. Dus scherp de wet maar aan. We zijn aan het onderzoeken in hoeverre dat ook bij nitraat zou kunnen gebeuren richting 2027. En wat daarvan dan de consequentie zou kunnen zijn. Een andere vraag, Jos. Een van de voorgestelde maatregelen in het nieuwe GLB. Het GLB is er nog niet. Daar wordt nog over gesproken. Er is ook nog invloed op uitoefenen. Er zijn een aantal eco-regelingen en een van de eco-regelingen is het ecologisch schonen van sloten. Hoe verhoudt zich dat in deze discussie over tiltvrije zones, bemestingsvrije zones? Nou, volgens mij hebben we het er net al over gehad naar aanleiding van een vraag van Albert. De verhouding zit hem erin in hoeverre dat het ecologisch schonen van sloten, of dat nou een positief of een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Nou ja, als het een positief effect heeft, dan zou ik zeggen, dan moeten we dat vooral doen. En als het een negatief effect heeft, dan moeten we het laten. Maar die vraag kan ik dus niet beantwoorden op dit moment. Ja. Dan, ja, een stelling. Marcel stelt, mest die de koeien in de bufferzone achterlaten, komt niet in de put, boekhouding. En heb je dus wel mest, echter niet in de put. En dan is het fraude. Stelling. Nee, het is geen fraude, zolang die koe dan maar graas is. Prima, je hebt alleen minder mest over om je land te bemesten, wat wel mest mag ontvangen. Dus je doet je eigen, de rest van het land doe je dan in principe tekort en dan mag je niet aanvullen.
Ja. Even kijken. Dan nog een andere, is eigenlijk ook min of meer een stelling, gaat over het vorige actieprogramma waar de aanwendingsnormen voor grasland zijn aangescherpt. En dat eigenlijk ten gunste van de volle grondsgroenten. En dat geeft eigenlijk aangescherpte normen voor gras en meer ruimte voor de uitspoelingsgevoelige gewassen. Nou, in het vorige actieprogramma, of is het al wat twee actieprogramma's geleden, daar zijn op zand de gebruiksnormen met 20% gekort voor alle teelten. Inclusief volle grondsgroenten. Gewoon voor alle teelten 20% gekort. Dat betekent dat in feite alle gewassen onder de landbouwkundige norm worden geteeld. Ik kan niet staven of het zo is dat ze op grasland zijn gekort ten gunste van volle grondsgroenten. Kan ik geen zinnige reactie op geven. Ik weet wel dat ook met de huidige gebruiksnormen op volle grondsgroenten de nitraatnorm nog lang niet wordt, aan wordt voldaan. De denklijn van het ministerie is altijd geweest: probeer de teelten te verbeteren op die gewassen met impact op het areaal. Dus gras, dus mais. Want dat gaat ergens over. We hebben mais en gras in Nederland samen goed voor ongeveer 1,2 miljoen hectare. En op het moment dat je op volle grondsgroenten aan de nitraatnorm moet voldoen, dan kom je in een discussie of je die grassen überhaupt nog wel kunt telen. Daarom zijn ze tot nu toe ook niet opgenomen in het landelijk meetnetwerk nitraat. Dat is inmiddels wel gebeurd, maar in het verleden zaten ze er niet in. Omdat men gewoon wist in Den Haag, ja, die score sky high, waarom zouden we daar dan gaan meten? Dus het begint allemaal wel wat te veranderen. En het is niet voor niks dat de minister in een van haar begeleidende brieven bij de Kamerbrief ook heeft aangekondigd dat ze teeltverboden in de toekomst niet uitsluit. Wat ik niet heb verteld straks, om het verhaal niet nog langer te maken dan dat half uur wat ik nodig had, is dat er ook is aangekondigd dat gebiedsspecifiek er nog aanvullende maatregelen zullen komen om te voldoen aan de kaderrichtlijn water. De Maas is specifiek genoemd. Dat is ook een gebied waar relatief veel volle grondsgroente teelt plaatsvindt. Dus de bui is nog niet over, ook niet met dit ontwerpactieprogramma. Een andere vraag, Jos, is data uit de kringloopwijzer over stikstofefficiëntie, input, output, bruikbaar om te leren wat op welke plaats een goede methode is om emissies te beperken? Data uit de kringloopwijzer zijn in zoverre interessant dat je het bodemoverschot kunt berekenen. Het bodemoverschot was in het verleden, in de tijd van de Minas, was dat bepalend voor je bemestingsruimte. Dus het bodemoverschot is belangrijk om de efficiëntie in beeld te hebben. Wat je niet weet, als je een bodemoverschot in beeld hebt, dan weet je hoeveel stikstof er meer op de bodem komt dan dat de bodem heeft opgenomen. Maar dan weet je nog niet of het uitspoelt naar het grondwater, of dat het vervluchtigt naar de lucht via stikstof of lachgas, of dat het gewoon opgeslagen zit in organische stof. Nou, we zitten nu op een niveau van de mestwetgeving dat we echt achter de komma zitten te peuteren om die laatste milligram nitraat nog uit het slootwater en het grondwater te krijgen. Dan vraag ik me af of dat je met bodemoverschot voldoende in beeld hebt. Maar het is in grosso modo, vind ik wel, dat het een onderdeel zou moeten zijn van de mestwetgeving, omdat je in ieder geval wel in beeld hebt wat het overschot op bedrijfsniveau is en hoeveel risico je dan hebt op aanverwendeling op het milieu. En hoe hoger het overschot, hoe meer risico op een bedrijf. Een andere vraag, Jos, over Veenweide. Is de achtergrondbelasting bekend van Veenweide sloten?
En dan denk ik dat er met name gedoeld wordt op belendende natuurgebieden. Ik weet alleen dat men, dat liet ik zien in dat ene plaatje met fosfor met name, dat door de afbraak van organisch materiaal in bodems van veenweiden, er continu fosfaat lekt naar het oppervlaktewater, waar je in feite als boer niks aan kunt doen, ook al zou je stoppen met bemesten, dan nog heb je emissie van fosfaat. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daar dan als boer continu op afgerekend wordt als je dat meer een handicap is van het gebied waar je in boert. Oké, dan een stelling of statement. Gewasderogatie is goed en simpel controleerbaar, dus ik zou dat nog niet zo snel loslaten. Ik denk dat de vragensteller zich heel goed in kan leven in hoe het ministerie in de wedstrijd zit. Dan nog een. En we laten het zeker niet los op het moment dat we daardoor de derogatie op zich in een risicovollere positie brengen als dat die al is. Ja. Dan een andere vraag, en dat is eigenlijk een voorbeeld, maar ook een vraag daarachter. Gaat over de 5% regeling. Stel, ik heb drie percelen. Eén is 35 meter breed, een ander is 40% en weer een ander is 45%. Dat betekent bij 5%, bij de 5% regeling dat het ene perceel een insteek van zeg maar 80 centimeter vanuit de insteek zou zijn. Een tweede zou zijn een meter en de derde 1 meter 20. Hoe moet je dit lezen? Moet het zo ook uitgelegd worden? Of hoe, volgens mij moet het zo uitgelegd worden. En het is ook de bedoeling van het 7e actieprogramma dat u de bufferzone per perceel in gaat tekenen bij uw gecombineerde opgave. Dus dan legt u dat vast. Dus dan moet u dat één keer uitrekenen en dat is het dan. Dan tekent u dat in en dan kunnen ze dat bij RVO controleren of u die 5% goed berekend hebt. Ja, een andere vraag. Derogatie gaat over stikstof. Kaderrecht. Dan zie ik KDW. Zal wel KRW moeten zijn, denk ik. Kaderrichtlijn water gaat over meer stoffen. Waarom dan die koppeling? De koppeling zit erin dat fosfaten en nitraten via landbouwpercelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dus ook in de kaderrichtlijn watergevoelige lichamen. En daar zit de verbinding met het 7e actieprogramma. Daar zit de sleutel. Ja, dan een andere vraag. Tabellen in het RIVM-rapport 2021 laten zien dat er een relatief klein percentage van de bedrijven ruim boven de norm zit. Wanneer die uitschieters aangepakt worden, hoeven bedrijven waar geen uitspoeling of niet boven de norm plaatsvindt, denk ik dat bedoeld wordt, hoeven geen maatregelen te nemen of aan de voorwaarden te doen. Voldoen die totaal geen toegevoegde waarde hebben. Het is een statement en eigenlijk een roep om specifiek beleid. Even kijken. Dan een andere vraag. Verschil in zandgebieden liet je zien. We hebben de zandgebieden 250 kilo en 230 kilo. Komt er ook verschil in regels per gebied? Wat is jullie inzet? Er is dus al verschil in regels per gebied. Kijk naar die 230, dat is al een verschil. En ik verwacht dat er die verschillen eerder groter worden dan kleiner. En onze inzet, dat zie je continu in alle media-uitingen, is dat wij gebiedsgerichte aanpak willen. De consequentie daarvan is dus ook dat in gebieden waar er problemen zijn, dat het daar dan ook wel pijn gaat doen.
Maar het is ook de enige oplossing, tenzij dat je van overtuigd bent dat je het hele mestbeleid overhoop kunt gooien. Want ik vind het ook niet verteerbaar om boeren te laten reduceren op plekken waar de problemen niet spelen. Ook omdat het geen effect heeft, omdat je niet uit kunt middelen. Dus ook al zou een boer op de klei zijn best doen met gigantisch lage nitraatgehalten, hij helpt daarmee een boer op Zuidzand niet. En dat gaat ook voor Noordzand. Als een boer in Drenthe het heel goed doet, dan gaat een Brabantse boer daar niet mee geholpen worden. In Brabant moet je het probleem zelf oplossen. En ik zou aan de Drentse boer willen adviseren, zorg dat je de Brabantse problemen niet in Drenthe krijgt. Ik denk dat dat een hele goede boodschap is. Zeker gezien ontwikkelingen die we hier en daar in de melkveehouderij plaats zien vinden. Even kijken. Ik ben volgens mij bijna onderaan de vragenlijst. Ja, nog een opmerking met dit beleid en de nog komende maatregelen. Bijvoorbeeld extensivering. Komt er steeds meer grasteelt. Wie gaat al dat gras opeten? Ja, dat vind ik een lastige vraag voor jou, Jos. Dat wil ik jou niet meer. Wij hebben vanuit de vakgroep de internetconsultatie gevoed. En wij doen hem vanuit de vakgroep, pakken wij hem natuurlijk wat breder en wat hoger over. En dus nadrukkelijk ook een verzoek aan jullie, doe het individueel voor wat voor jouw probleem de consequenties, of voor jou de consequenties zijn. Maar wij zien nu al duidelijk dat in de zandgebieden de melkveehouderij krimpt. Wij verwachten dat met dit 7-8-programma die krimp alleen maar verder aangejaagd wordt. De minister wil graag meer gras, gaat vervolgens aan melkveehouders allerlei maatregelen opleggen om te dwingen dat ze meer gras telen. Maar op het moment dat de koeien verdwijnen, verdwijnt het bedrijf, verdwijnt ook het gras. Dus er komt zo makkelijk niet meer gras. Zeker niet op die plekken waar je vanuit milieukwaliteit, de waterkwaliteit, meer gras zou wensen. Dan heb je nog de handicap dat als je kijkt naar de afgelopen 3 jaren, dat boeren op zandgebieden liever mais gaan telen eigenlijk dan gras. Want dan hou je tenminste nog wat voerproductie over met die extreme weersomstandigheden. Dus de economie, het verdienmodel van melkveehouderijen in zandgebieden staat gewoon zwaar onder druk. En dat beperkt dus ook de effectiviteit van heel dit mestbeleid. Als je daarmee de melkveehouderij alleen maar eigenlijk gaat saneren. Vervolgens gaat de melkveehouderij omgezet worden in akkerbouwgewassen. Nou, dan nemen de problemen vervolgens alleen maar toe. En dan zal het dan uiteindelijk weer toe gaan leiden dat de akkerbouw weer moet gaan extensiveren, omdat die melkveehouderij verdwenen is. Dus ja, het is best voorspelbaar in sommige gebieden wat er gaat gebeuren. Nou, dan nog een positieve, zeg maar, vraag. Waar kunnen we verder helpen met lobbyen bij de Europarlementariërs of bij Kamerleden of ergens anders? Dus... Het begint mijn ogen bij de internetconsultatie. Mensen die goed thuis zijn in social media. Er kwam vandaag ook een mail langs van een boer, een akkerbouwer, die vorig jaar volgens mij de koningin nog op bezoek had gehad. Die is heel breed gedeeld. Gebruik Facebook. Alles is relevant. Heb je Kamerleden in je eigen netwerk zitten, in je connectie? Benaderen ze, prima. Wij doen dat natuurlijk ook vanuit de positie die we sowieso hebben vanuit Auto Nederland. Maar in feite is het signaal op alle fronten relevant en welkom. En zoals ik al zei, wij zijn bezig om te kijken of we het nitraatcomité in ieder geval een delegatie ervan in de hand kunnen halen. En wellicht dat we dan ook nog wel een beroep op de een of andere boer doen die bij ons wel ergens op het netvlies staat, om die dan te bezoeken. Dan nog een allerlaatste, meer een statement ook en een oproep aan, denk ik, de vakgroep melkveehouderij. Je zult als delegatiebedrijf in een probleemgebied zitten en gestraft worden omdat je collega akkerbouwer er een zootje van maakt. Nou ja,
Of akkerbouwers er een zooitje van maken, weet ik niet. Maar het signaal wat wordt afgegeven is wel van melkveebedrijven, derogatiebedrijven, ook in de probleemgebieden, voldoen normaal liter netjes aan de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Nou, ik weet dat in ieder geval in Brabant en misschien in andere gebieden ook wel heel erg leeft. Ik spreek regelmatig boeren die zich erg frustreren over wat ze in het veld zien gebeuren. Fraude wordt vaak genoemd. We weten allemaal dat fraude er is. We weten ook dat mestwetgeving dingen mogelijk maakt die je niet zou wensen. Maar ik weet ook wel dat de doorsnee akkerbouwer op zandgebied houdt zich netjes aan de wet. Maar heeft teelten die gewoon ontzettend moeilijk nitraat vasthouden. Die teelten hebben wij zelf als melkveehouder ook en die heet mais. Dus wij als mais, een melkveehouders die mais telen en eens een keer in het najaar een mineraalmonster of zo zouden steken, die zouden er af en toe van schrikken. Maar op derogatiebedrijven is dat maar een beperkt deel van het areaal en dan middel je dat op grasland wel weer uit. Maar het is niet voor niks dat de minister komt met het verplicht telen van rustgewassen. Omdat ze zelf ziet van ja, ik kan wel steeds aan die knop van gebruiksnormen blijven draaien. Maar dat is ook funest voor de sectoren, dat is ook funest voor de kwaliteit van gewassen. En ook dat gaat niet helpen de doelen te halen. Dus ook het ministerie zit zelf, ik ga het ministerie niet zitten verdedigen in die zin. Maar ik weet wel dat het is voor ons moeilijk om maatregelen te bedenken waarmee je doelen gaat halen die geen pijn doen. Bij het ministerie is het ook moeilijk om maatregelen te bedenken die effectief zijn. En op een gegeven moment moeten ze wel iets bedenken, want ze kunnen niet naar Brussel met het verhaal wij weten het ook niet meer. Dus in die zin hebben we gewoon collectief een uitdaging. Oké. Nou, Jos, alle vragen zijn op dit moment beantwoord. Ik denk dat je een heldere uiteenzetting, een heldere toelichting gegeven hebt op het hele verhaal. Ik zou nog een keer willen benadrukken aan alle deelnemers. Zorg dat je een reactie geeft op de internetconsultatie. Wellicht geënt op je eigen bedrijf, je eigen bedrijfssituatie en de problemen die het met zich meebrengt. Jos, jij bedankt voor jouw toelichting en het beantwoorden van de vragen. We hebben nog een rondvraag op de agenda staan. Daar wil ik kort de gelegenheid voor geven om nog vragen te stellen. Het liefst met een handje even. Ik weet niet, zijn er nog vragen? Als dat niet zo is, dan wil ik iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid, voor zijn deelname, ook aan de discussie, voor de suggesties die gedaan worden richting de vakgroep melkveehouderij. Goed om te horen dat die belangstelling er is, dat jullie ook mee willen denken in oplossingen, maar ook het benoemen van problemen. Dat helpt ons. Zoals gezegd, wij hebben aanstaande vrijdag een portefeuillehoudersbijeenkomst in Nijkerk. Daar komen alle afdelingsvertegenwoordigers voor melkvee bij elkaar. En zullen we met elkaar de diepte ingaan over dit onderwerp. En vervolgens gaan wij ook een reactie geven in de internetconsultatie. Wij zullen met landbouwwoordvoerders in gesprek gaan. En er alles aan doen om uiteindelijk toch te komen tot een... zevende actieprogramma en een derogatie waar de sector mee kan werken en mee kan leven. Als laatste even nog ter herhaling. Eind oktober, dan gaan wij starten met onze ledenbijeenkomsten. 36 in getal, 3 per provincie. En dan zal ook dit onderwerp weer op de agenda komen. Dat was het wat mij betreft. Dank allemaal en ik wens jullie allemaal nog een... prettige avond. Tot ziens.